Ja, ik zou, op dit moment zou ik hem gewoon in zijn ballen trappen. Ja. Yo, broer! Yo! Hi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Q&A. Vandaag gaan we het hebben over jongens. Jongens. Boys. Bye. Chicos. Guys. Jongens. Jullie hebben allemaal vragen ingestuurd via Instagram. Te gek, super leuk. Dus ik ga er zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Over jongens. Beetje koekoe. Ze hebben gewoon een beetje, ze hebben gewoon andere hersenen eigenlijk. Soms zijn ze ook heel bot of heel ruw. Tegelijkertijd kunnen ze ook echt mega schattig zijn en lief. Dus dat zijn jongens. Ik heb daar een zesde zintuig voor ontwikkeld. Voor mensen die überhaupt met me omgaan. Voor andere redenen dan dat ze me gewoon aardig vinden. Ik weet niet, maar je voelt dat gewoon aan bij een jongen. Daar hoef ik niet, dat heb ik echt binnen 5 minuten door. Kijk, als een jongen de hele tijd alleen maar daarmee bezig is. En heel graag zegt van, oh, zullen we foto's samen posten op Insta? Dan zeg ik, nee. Want dat wil ik niet. Dat hou ik gewoon lekker voor mezelf. Dus een jongen krijgt niet eens bekendheid of zo als hij iets met mij neemt. Dan weet je het maar even. Zo. ja, ik vind jongens soms wel irritant. Maar ik denk dat jullie misschien toch gewoon even misschien ergens anders heen moeten gaan. Er zijn ook heel veel leuke jongens. En heel veel doen inderdaad af en toe... best wel vaak een beetje dom. Maar echt vies, dat heb ik nog niet echt meegemaakt. I don't know. Misschien zijn alle jongens verliefd op je. Want jongens gaan meestal dom doen als ze verliefd worden. Zijn dat genoeg? Pats. Dat gaan we niet meer doen. Ja, ik kan goed overweg met jongens. In mijn vriendengroep zaten ook veel jongens. En ik fiets altijd naar school met jongens. Ik basketbal wel eens met jongens. Niet dat ik kan basketbal doen. Best klein, maar... Oh, dat, ja, dat moet je echt negeren. Ik heb ook wel eens in het begin gehad van, waarom in de kleedkamer zaten een meisje een beetje met van, ja, en dat groepje, en dat groepje, dat groepje. Oh ja, Sarah, jij gaat eigenlijk met de jongens om, weet je wel. Contact is op dit moment natuurlijk wel wat lastiger, maar af en toe facetimen en verder moet ik het doen met mijn broers en mijn vader. Zeker, maar dat verschilt wel per jongen. Ik heb sommige jongens denken van ja, oké, die hoeven echt gewoon, dat zijn hele goede vrienden, maar die hoeven echt niet alles te weten. Maar ik heb wel 2 hele goede vrienden en daar kan ik gewoon alles aan vertellen, ook als ik opgesteld ben en ook als ik verliefd ben of zo, weet je. Dus. Oh, je hebt die ene van All the Boys I've Loved Before. Maar die ben ik nu ook wel een beetje zat. Ik had die eerste film nog echt... Zo! Maar de tweede film was een beetje van... Noah? Noah? Ik weet niet goed de naam. Als ik één artiest moet kiezen, dan zou ik toch Shawn Mendes doen. Dat is eigenlijk best wel los van zijn uiterlijk. Hij is op zich wel knap. Ik vind vooral van zijn spieren wel knap. Maar. Zijn spieren knap. Maar ik vind gewoon die stem, jongen. En dan het gitaar spelen en zulke goede nummers. Ja, daar word ik gewoon. Daarvan denk ik wel. Oké. Het kan natuurlijk dat je het zelf niet echt laat merken. Als meisje ga je natuurlijk ook best wel raar doen als je verliefd wordt. Dus dan kan het dat zij echt denken van oké, ik heb geen idee wat er met haar aan de hand is.
Maar ja, weet je, die emoties van die jongens die gaan ook alle kanten op natuurlijk. En die geloven misschien niet eens dat je hem leuk vindt. Die denken misschien van, wow, nee, dat kan niet. Terwijl dat dan wel zo is. Zichzelf zijn, dat was. Nou, ik weet niet of je ooit een jongen hebt gezien die balletten doet, maar die is flink gespierd. Dus ik wil niet veel zeggen. En paardrijden is ook echt gewoon een superleuke sport. Dus ja, sommige jongens hebben het gevoel van als ze even niet sporten doen, dat ze dan wat minder mannelijk worden gezien. Maar ik vind het heel cool. Kijk, cool, jong! Nou. Dat was in groep 2. Hij heette, ja dat was dus vijf jaar. En hij heette Martijn Pruim. Ik heb verkering gehad met een jongetje toen ik vijf jaar was. Maar ik weet alleen dat ik gewoon de rest van mijn leven nu word gepest door mijn beste vriendin Rebecca, die gewoon elke keer weer begon over het feit dat wij hand in hand over het schoolplein huppelden. Wij hebben verkering. Ik kan echt niet. Nee, oh, dat is zo. En ze blijven daarmee best, hè? Zij heeft ook verkering gehad. Zou ik dat zeggen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Ja, en tweelingtikkertje, want dan moest je elkaars hand vasthouden. En dan kreeg je niet ik ga hem al niet aanraken. En dan zat ik echt zo, give me your hand. Hup. Maar ik was heel klein, dus ik werd altijd meegestuurd door die jongens. En dan ging we ook altijd, ging zo, dan was jij de tikker, dan ging je altijd expres zo kijken. Oké, die zijn leuk samen. Niet tikken. Want die moesten dan samen. En één keer was echt interessant. Ik weet niet eens meer wat er aan de hand was. Maar op een gegeven moment kwam er echt één boom van de gasten in onze klas. Dus echt lang. Ik had gewoon 8 boterhammen ook per dag. En ik zo nog 2 van die kleintjes. En dan kwam die op af. En woep, tilde me op. Nou echt, als er één ding was waar ik echt een hele grote hekel aan was. Was dat jongens mij gingen optillen. Want ik was heel klein. Oh nee, dat vond ik echt niet leuk. Een beetje woede in me daarvan. Maar hij is nu wel een aardige jongen, op zich. Ik zie dat heel veel van jullie denken dat jongens emotieloze wezens zijn. Dat denk ik ook wel eens. Maar dat is absoluut niet zo. Jongens die willen gewoon heel graag een beetje stoer doen. Maar die zijn eigenlijk heel lief. Echt. Ook al denk ik van nee, dat kan ik echt maar. Maar er zitten natuurlijk ook gewoon echt wel assholes dus. Ik denk dat überhaupt jongens iets minder bezig zijn met elkaars uiterlijk. Wij zijn vaak van, ah, leuk jurkje. Ik moet zeggen echt van, oké, even een shirt aan. Weet je, die kijken niet eens naar of die een shirt aan heeft of een trui. Snap je? Ik denk dat ze bang zijn dat ze als minder mannelijk worden gezien. Ik denk dat het ook met leeftijd te maken heeft. Als je iets ouder bent, dan zeg je denk ik als jongen eerder van, hé, hey, toffe trui of zo. Ik zie het nog steeds niet helemaal voor me, maar niet. Ik weet gewoon nog steeds niet echt hoe ik daarop moet reageren. Ik ben gewoon van, ja, oké, dankjewel. Maar het is gewoon een beetje awkward. Next! Nou, nee. Ik ben hartstikke blij dat ik een meisje ben. Ik zou als jongen zou ik dus Laurens heten. En ik ging er vroeger wel heel vaak over nadenken. Want ik vond dat wel grappig. Want dan wou ik heel graag weten hoe het zou zijn om een jongen te zijn voor een dag bijvoorbeeld. En dan ging ik dat helemaal soort van bedenken. Dan ging ik een soort van een jongen uit mijn klas nemen. En een soort van, hoe zou ik me voelen als ik een dag bijvoorbeeld zijn leven zou hebben? Dus ik vond het altijd wel heel interessant, maar ik zou niet echt een jongen willen zijn.
Ja, dat denk je meteen natuurlijk. Douchen om ook te kijken. Ik zou wel denk ik kijken hoe het is om staan te plassen. Want ik snap echt, ik zou dat echt zo niet chill vinden. Lijkt mij, ik wil gewoon lekker zitten. Ja, en ik zou denk ik gewoon waar mijn vrienden bij zijn, gewoon mee op straat gewoon een scheet laten of een boer laten. En dan mijn vrienden aan doen. Dat is dan je excuus. Nee. Nou, niet specifiek jongens of zo. Check. Überhaupt ben ik altijd wel benieuwd naar wat voor mensen mij volgen. Dus ga ik gewoon accounts aanklikken. Ga ik gewoon kijken op profielen en zo. Maar het is niet zo van als ik dan de profielfoto zie van de jongen met een sixpack. Dat ik daar dan sneller op klik. Maar ik check wel alles wat jullie sturen. Dus ik hou jullie in de gaten. Ja, lastig gevallen. Ik heb wel een keer gehad, zeg maar, dat ik ging basketballen. En toen liep ik, zeg maar, terug. En toen kwam er een jongen aanfietsen. En die stopte echt met zijn fiets gewoon echt zo recht voor me. Dus toen had ik al even zo'n gevoel van, wat doet hij? Want het was gewoon verder stil. Dus dat is ook gewoon niet zo'n heel chill idee. Nou, ik blokkeerde een beetje de weg. Niet soort van heel rustig, zo echt ervoor ging staan. Maar wel dat ik dacht van, joh, ik kan hier niet heel chill, soort van makkelijk gewoon langs lopen. Hij laat me niet soort van... Toen vroeg hij dus van, hoe oud ben je? Dus nou, dat staat natuurlijk dan nergens op. Dat is gewoon een hele rare vraag aan een random meisje die je tegenkomt op straat. Dus dat was wel gewoon even eng. En toen hij zei, ja, hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Dus ik zeg, ja, ik begrijp je niet of zo. En hij zo, ja, hoezo begrijp je me niet? Ik zeg gewoon, hoe oud ben je? Je kan me toch gewoon verstaan en zo. En ik soort van, hey, ik versta je niet of zo. En ik moet naar huis. En toen heb ik heel bewust zo naar mijn huis geweest. Ja, niet soort van echt mijn huis aangewezen, maar wel. Een soort van, kijk, aan die straat is mijn huis. Dus ik wil daar nu gewoon heen. En toen ging hij even iets aan de kant. Dus toen ben ik meteen een soort van eromheen gelopen met die basketbal. Ik zo, ja, ik moet naar huis. En toen ging hij nog een stukje... Toch nog achter me aan fietsen. Het was dat ik zo dicht bij huis was, jongen. Dus had ik denk ik al mijn mobiel gepakt of zo. En meteen mijn vader gebeld van... Oh ja, ik moet gaan. Zodat ik op die manier... Maar anders nu had ik het gevoel van... Oké, ik kan dit nog wel oplossen en ik kan er langs. Ik schrok er toch wel van. Want je bent nog steeds een meisje, zeg maar. En ik heb niet een soort van zelfverdediging geleerd nog. Wel een beetje iets op school, maar... Ja, ik zou... Op dit moment zou ik dan gewoon in zijn ballen trappen. Ja. Ja, en kijk, ja, verder ben ik wel eens een keertje nagefloten of zo door jongens. En dat vind ik ook altijd heel disrespectvol. Dat vind ik eigenlijk ook wel lastig vallen. Maar ik vond dit wel even dat ik soort van... Omdat je gewoon je even machteloos voelt. Omdat je het gevoel hebt van, joh, kan ik wel gewoon doorlopen, weet je wel. Dat is altijd toch even net iets enger. Ja, het is wel gewoon een chill idee. Gewoon dat je, als je je mobiel gewoon bij je hebt... überhaupt als je er alleen op uitgaat. Het is gewoon, dan kan je, als je even onveilig voelt of zo, bel je gewoon een vriend of vriendin... En dan, of je ouders. En dan het is gewoon, heb je het gevoel van, joh, nu is er iemand toch bij. Niet echt, maar mensen durven ook minder snel dan iets te doen. Als ze zien dat jij gewoon aan de telefoon bent. Wat denk jij zelf? Ja, maar ik ging niet overal op in, hoor. Ja, Jasper. Jasper stuurt hartstikke knap, jongen. En heel lief. En een uitstekende gitarist en pianist. Nee. Jasper. En die vraag is ingestuurd door Kevin, zijn vriend. En zij sturen echt de allerleukste spraakberichten die je maar kan horen. Elke keer krijg ik gewoon weer de slaplach als zij spraakberichten sturen. Sam, next. Next. Ja, Dirk. Dat was een vraag van Derek. Die heet in Nederland Dirk en die is naar Australië gepeerd. Maar dat ga ik beantwoorden in de volgende video. Dit was jongens deel 1. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden.
Ik heb nog iets voor jullie. Deze kan je winnen. Dus laat in de comments weten waarom je deze wil winnen. En dan kan je winnen. Het linkje staat nog in de beschrijving. Vond je dit een leuke video? Doe dan lekker een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer.